Minister van Defensie De Krem en premier Leterme zijn onderweg terug uit Afghanistan. Al de hele reis waren er problemen en vertragingen. De Krem staat voor schut bij de premier en de begrotingsbesprekingen wachten. De stoppen slaan door bij De Krem en hij koelt zijn woede op de bemanning. De minister van Landsvereniging is bijzonder agressief geworden. Hij is beginnen roepen en schelden. Hij heeft de mensen uitgemaakt voor saboteurs. Hij was bijzonder geagiteerd blijkbaar en wij vinden dit totaal onaanvaardbaar. Zo'n gedrag op een vliegtuig is niet te aanvaarden. Het moet vooruit gaan en volgens de Socialistische Vakbond vraagt De Krem de piloot zelfs om de veiligheidsvoorschriften te negeren. Uiteindelijk moet Leterme De Krem kalmeren. De minister moet niet denken dat het leger zijn persoonlijk bezit is of dat hij alles kan eisen wat hij wil. Hij moet inderdaad ook de regels volgen. Ik denk dat de minister zelf ook regels uitvaart, dat hij nadien ze ook zelf moet respecteren. De Krem zelf weigert alle commentaar. Intussen was er een nieuw incident met het Portugese vliegtuig dat de kapotte Airbus van het leger moet vervangen. De Portugese technici lieten een ton kerosine op de tarmac van Melsbroek lopen. Toch zijn ze bij het leger nog altijd tevreden. Moest het toch vooral goedkoop zijn? Nee, en het moet niet daarom niet specifiek goedkoop, het moet vooral goed zijn. De kwaliteit prijs moet er zijn en ik denk dat we in dit geval dat ook hebben kunnen bereiken. De brandweer op Melsbroek kon nog net een kleine milieuramp vermijden.